Wiegenaren zijn aangeslagen door vernielingen bij de kerk. Twee Mariabeelden zijn vernield en bij de Lourdesgrot is brand gesticht. Velen komen nu voor een lege grot te staan. En ze zijn teleurgesteld, ze vinden het jammer. En verder in het nieuws vandaag. Groesbeek en Wiegen herdenken 80 jaar Market Garden. En in Overasselt wordt een militair kampement opgezet. Schrik, ongeloof en verdriet. Afgelopen zondag, terwijl de kermis in Wiegen in volle gang is, worden twee Mariabeelden vernield bij de Heilig Antonius Abtkerk. Een nog onbekende dader of daders haalt het Mariabeeld uit de kapel en veroorzaakt een grote brand bij de Lourdesgrot naast de kerk. Door de brand zijn zowel de Mariabeelden als persoonlijke eigendommen in de grot verwoest. Wiegenaren zijn aangeslagen dat iemand dit heeft kunnen aanrichten. Vrijwilliger Eduard Kronenberg, die al jaren actief is als vrijwilliger voor het onderhoud van de grot en de tuin, kan het nog steeds niet bevatten. Wat er vernield is, is dat grote Mariabeeld in de kerk achterin. Die is die van de broederschap van Nakevela. En dat Mariabeeld wat hier in de nis stond. Daarnaast stonden daar onderaan kaarsentafels waar de kaarsjes op stonden. Die is vernield. Er zijn een kleine 100 kaarsen verdwenen. Er zijn twee offerblokken. Daar hingen twee offerblokken. Eentje was voor de kaarsengeld en de andere was voor de spontane bijdrage voor Porgianen voor onderhoud van de tuin, van de grot. En die zijn allemaal verdwenen en verbrand. Voor vele kerkgangers was dit dan ook een vertrouwde plek. Elke dag komen hier mensen en velen komen nu voor een lege grot te staan. En ze zijn teleurgesteld, ze vinden het jammer. Het was altijd een veilige plek waar ze helemaal zichzelf konden zijn. Waar ze met Maria bij God konden zijn in alle rust. En die rust is bruut verstoord. En dit zorgt dan ook voor veel emotie bij de gemeenschap. Wat heel erg is de emoties van parochianen, kleine dingetjes, kinderen die hier een rozenkransje neerhangen, die een klein beeldje neerzetten. Ik heb gistermorgen, ben ik hier begonnen, ben ik gelijk naar de kliko gelopen. En heb ik, de bovenkant heb ik nog wat beeldjes en dat soort vulkeitje kunnen redden. Maar ondanks deze flinke tegenslag blijft de gemeenschap de moed erin houden. Nou ja, de grot staat er nog. De grot heeft, ik weet niet wat allemaal getrotseerd. Ze is net aan de linkerkant vernieuwd en verstevigd. En er zal de komende jaren nog meer aan de grot zelf gebeuren. Misschien kost dat wat tijd dat we hier weer een openbare bidplaats van maken. Zodat mensen er weer naartoe kunnen. Want dat is ook voor een kerk een dienst aan de samenleving. Om een plek te creëren waar je helemaal even tot rust kunt komen. Vandaag, precies 80 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden. Het begin van de bevrijding van onze regio in de Tweede Wereldoorlog. Deze week wordt op verschillende plekken stilgestaan bij Market Garden en 80 jaar vrijheid. Zo ook in Groesbeek. Daar werd vanochtend bij het generaal Gavin Monument deze gebeurtenis herdacht. Militairen uit verschillende landen waren vandaag aanwezig bij de herdenking van operatie Market Garden in Groesbeek. Hierbij was ook de dochter van generaal Gavin bij aanwezig, die een grote rol speelde in de operatie. Ik vond het heel erg fijn om te zien dat de dochter van generaal Gavin speciaal weergekomen was om hier bij te zijn. Dat is toch een levende link met het verleden van onze bevrijding. Voor burgemeester Slinkman is het erg belangrijk dat dit verhaal wordt doorverteld en ook de jonge generatie bereikt. Heel mooi om te zien dat er zoveel jonge mensen van de 82nd Airborne Divisie ook waren gekomen. Want vaak als je oorlogsfilms ziet, zijn het allemaal dertigers. Maar dit waren allemaal hele jonge jongens, 18, 19, 20 jaar. Soms 17, als ze gelogen hadden om toch dienst te kunnen nemen. En als je dan hier al die jonge gezichten ziet in uniform, ja, dan zie je weer eens even wat dat destijds allemaal betekend heeft. Dus heel, heel fijn dat er zoveel Amerikaanse mensen hier vandaag gekomen zijn.
Slinkman vertelt dat de operaties zoals Market Garden herdacht moeten blijven worden. Zeker met in het achterhoofd wat er zich aan de grenzen van Europa momenteel afspeelt. Dat je niet wil vergeten. Kijk, we hebben de oorlog gewonnen en het lijkt vanzelfsprekend. Maar als je nu ziet wat er aan de grenzen van Europa gebeurt in Oekraïne, dan realiseer je echt dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het had ook anders kunnen gaan als al die honderden en duizenden mannen niet uit Canada, Amerika, overal vandaan naar ons waren gekomen, dan had het hier heel anders uit kunnen zien. Dat moeten we willen doorgeven en ik ben blij om te zien dat het ook gebeurt. Naast deze herdenking zijn er nog tal van andere activiteiten waardoor operatie Market Garden herdacht blijft worden. We hebben een heel aantal herdenkingen door de hele gemeente, want in al onze dorpen is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Of het nu de polder is waar uiteindelijk dijken zijn doorgebroken, polder is onder water geweest, tot de dorpen hier die voor een groot deel geëvacueerd zijn, in puin geschoten. Dit is een gemeente die ontzettend veel klappen heeft opgevangen, maar we zijn wel bevrijd. Op klaarlichte dag is er dinsdag een overval gepleegd op een elektronicazaak aan de Burgstraat in Nijmegen. Dat bevestigt de politie. Even voor 11:30 kregen de hulpdienst een melding van een overval in het centrum van de stad. Het zou gaan om het bedrijf CEX, waar elektronica en entertainment wordt verkocht. De winkel werd ruim een maand geleden ook al overvallen. De politie was na die overval op zoek naar twee tieners. Fracties PvdA over Betuwe en GroenLinks over Betuwe willen samen gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Ze willen dat doen met een gezamenlijk programma en een gezamenlijke kandidatenlijst. Door het bundelen van de krachten willen de fracties meer kunnen bereiken in de overbetuwse politiek. Vanaf deze maand gaan de fracties ook samen vergaderen om de samenwerking verder te versterken. Beide fracties bezetten samen momenteel 4 zetels in de gemeenteraad van Overbetuwe. GroenLinks Overbetuwe heeft er 3, PvdA Overbetuwe 1. Ook in Wijchen wordt natuurlijk uitgebreid stilgestaan bij 80 jaar Market Garden. Het komende jaar zullen er veel activiteiten zijn rondom deze mijlpaal. Vanmiddag werd dit jaar afgetrapt met een herdenking bij het dorpshuis van Balgooi. Om ook de jongere generatie erbij te betrekken, waren leerlingen van de naastgelegen basisschool uitgenodigd en was er de mogelijkheid om in de militaire voertuigen van de Liberation Task Force plaats te nemen. Op het marktplein klonk het Wilhelmus, Nederlandse vlaggen. Zo klonk de speech die de burgemeester van Wijchen vanmiddag gaf. Vandaag werd Market Garden herdacht in Balgooi, die ons 80 jaar geleden onze vrijheid teruggaf. Met deze herdenking maken we ons bewust dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nou, het is gewoon heel belangrijk om het verleden te kennen. Daar kun je van leren voor in het heden. De mensen die de oorlog echt hebben meegemaakt, nou, die sterven heel langzaam uit. En het is heel goed om jongeren toch te laten zien wat voor verschrikkingen oorlog met zich meebrengt. En niet alleen jongeren, ook ouderen is het heel belangrijk om te zien wat heeft het allemaal met ons gedaan. Hier in Balgooi hebben we vanochtend een hele mooie herdenkingsbijeenkomst gehouden. Met veel inwoners uit Balgooi. We zijn met elkaar aan tafel gegaan. Een lunch was ook onderdeel van het programma. En daar hebben zowel oud-inwoners, ook nog echt mensen van 80 en 90 die de oorlog echt mee hebben gemaakt, hun verhalen gedeeld met jongeren, met andere inwoners. De kinderen hebben net zojuist de vlaggen meegehesen. En zij gaan ook, we hebben ze dus op die manier erbij betrokken. Ze gaan ook over een maandje rood-wit-blauwe bloembollen in de groenstrook naast de school planten, zodat volgend jaar 5 mei daar een hele mooie rood-wit-blauwe vlag bloeit. Deze week staat Market Garden in belang en zijn er meerdere activiteiten gepland om deze belangrijke historische gebeurtenis te herdenken. Tot 25 september zijn er evenementen te vinden in en rondom de omgeving. Nou ja, morgen in het onderwijs en verder in de hele regio is van alles te doen, want het is niet alleen in Wijchen, het is niet alleen van de gemeente Wijchen, maar het is echt van de hele regio waar Market Garden heeft plaatsgevonden. Zo lopen we mee met Sunset March en is er natuurlijk ook weer Market Garden herdenking bij de oversteek in Nijmegen. En zo is er een heel programma. Wat gaan jullie nog doen vandaag? Ja, straks ga ik naar opa en dan ga ik denk nog wel even hier de voertuigen goed bekijken. Nou, het dorp is trots dat we dat hier nu doen. En het is ook mooi de kracht van samenwerken, juist in zo'n dorp, om zoiets met elkaar tot stand te brengen.
In Overasselt wordt op een andere manier stilgestaan bij 80 jaar Market Garden. Met originele Britse oorlogsvoertuigen bouwt de Liberation Task Force een kampement op in het dorp. Kolonnes rijden de route zoals militairen deze ook in 1944 hebben gereden. In totaal slapen zo'n 400 man op het kamp, waar ze op een eigen manier stilstaan bij de gebeurtenis. Het weiland bij het dorp Overasselt ziet er weer heel even uit alsof het 1944 is. De Liberation Task Force bouwt hier een kampement op in een weiland dat een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens operatie Market Garden. Het kamp wordt met zoveel mogelijk originele voertuigen en spullen opgebouwd. En dan proberen we het uit te dragen. Dus we proberen originele houten stoelen te gebruiken. En desnoods op een munitiekist te gaan zitten als je wil zitten. Er wordt gekookt op een benzinebrander uit die tijd. Ja, weet je, dus die benzinegeur die ruik je. Er wordt gekookt in originele emaille pannetjes uit die tijd. Er worden eenvoudige maaltijden bereid. Ja, ik bedoel, dat soort dingen, ja. Op die manier wordt het kampement echt een belevenis. Dat draagt allemaal bij, want het ruikt, je voelt, je ervaart. Je slaapt in originele tenten. Wij gaan niet naar een hotel of wat dan ook. We slapen echt gewoon hier in de originele tent. Die worden achter mij opgezet op de originele veldbedjes. Ja, en dan liggen wij heel luxe hoor. Want toen was het heel vaak alleen maar je had je jas en dan gaan we ergens in een grappel liggen. En dan moet je maar wachten of je eigen voorraden, je eigen spullen en je eigen troep op tijd aankomen om jou een goede nacht te bezorgen. In totaal komen hier zo'n 200 voertuigen samen. Een groot deel hiervan slaapt ook op het kamp, waar 's avonds nog een kleine herdenking plaatsvindt. Hier blijven ze slapen, ja. En we hebben vanavond verzorgen dus dat ze een natje en een droogje hebben met muziek erbij. En dan morgen vroeg vertrekt dan een groot gedeelte naar Groesbeek. Er blijven hier 50 voertuigen achter. En die wachten totdat de luchtlandingen 's middags plaatsgevonden hebben. Elk jubileumjaar organiseert de Liberation Task Force een herdenkingstocht. En waarschijnlijk is dit de laatste keer dat er op zo'n grote schaal een kamp wordt opgebouwd. Ja, de meeste mensen die dit doen, hè, die hier nu bij zijn, die hebben allemaal voertuigen uit Engeland. Die komen met het idee van, ja, weet je, we willen het voertuig houden, maar we zijn zelf al aardig op leeftijd. Dus heel veel dingen gaan wat moeizamer, om het even netjes te zeggen. We zitten gewoon af te wachten, het is de 80-jaarse herdenking. Dit doen we nog en daarna verkopen we het voertuig. En is gewoon, ja, het rondrijdende deel van de hobby is gewoon voorbij, want ja, we zijn gewoon te oud geworden. Naast de Liberation Task Force zijn er ook nog andere kleine groepjes aanwezig. Met ieder zo zijn eigen reden om hierbij te zijn. Ja, eigenlijk wil ik de geschiedenis levend houden. Wij zijn dus ook niet voor oorlog, wij zijn voor vrede. Maar we willen de mensen laten zien van wat er gebeurd is. En wat je daarvan kan leren. En dat het liever niet mag herhalen. Na weer een prima najaarsdag kijken we nog steeds vooruit op een droge en zonnige week. Of we de verwachte 25 graden ook echt gaan halen, is nog maar de vraag. Maar 23 à 24 graden, dat moet zeker lukken. Zo ook morgen. Lokaal kan de woensdag nog wat grijs van start gaan. Maar later breekt de zon nog steeds op meer plaatsen door en wordt het maximaal 23 graden. Ook de donderdag en vrijdag zullen zonovergoten verlopen bij respectievelijk 24 en 23 graden. Pas in de loop van het weekend en ook volgende week zal het weerbeeld weer iets wisselvalliger worden. Maar voorlopig hebben we nog niets te klagen voor medio september. En dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 17 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. Daar zijn ook al onze andere programma's terug te vinden. Wij zijn er morgen weer. Dus graag tot dan.